Jerry? Did you hear about Jerry? Did you hear? Did you hear about Jerry? Did you hear? Did you hear? Did you hear? Een zo goed als nieuwe naam in de sjouwbusiness, beste vrienden, is een jeugdige snack die dol is op aardappelpuree met slagroom, linkerschoenen zonder veters en het uitbenen van Amerikaanse fratlarven, maar dat niet mag van zijn moeder. Eddie Jones heet het joch en wat hij zingt is Jaybirds. Een ontroerend trouwe luisteraar die onlangs wegens goed gedrag en zeden eventjes uit de dwangbuis mocht, greep die gelegenheid aan om mij te verzoeken eens een plaatje te draaien van het gekende Groot-Nederlandse chanson-duo John Larry en Piet Apekool, namelijk de succesrijke opvolger van hun Halleen, die reeds nu op de hitparade staat en Met Twee heet. Spijtig genoeg zijn wij nog niet in het bezit van voornoemd nummer en vermits mijn correspondent toch al wel terug in zijn dwangbuisje zal rusten, kunnen wij zonder gevaar voor lijf en leden een lekkere oude Presley spelen en die heet Love Me. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Oude Presley was dat, Trini Lopez is dit en we'll sing in the sunshine. Zoals u wellicht reeds langs onze diverse zenders en het beursorgaan Met Tromp en Toeter vernam, richt de BRT vandaag een vergelijkend examen in op interuniversitair niveau om een wervingsreserve samen te stellen van 12 meeloopjongens voor de captatiewagens. Als klap op onze vuurpijl waren er net 12 kandidaten ook, waarvan 11 met een kruiwagen, zodat zij onmiddellijk aangenomen werden, en een 12e die hier voor ons in zijn groezelige neus zit te pulken en die luistert naar de naam. En die luistert naar de naam. Kan meneer soms niet luisteren naar de naam? Oh ja, graag. Meneer heet? In sterke mate. Al goed, al goed. Ben ik geslaagd? Nog lang niet, sufferd. En nu even mijn vragen zoeken. I got a lump in my throat and a saw coming down the aisle. I got the wiggles at my knees when she looked at me and sweetly smiled. Eerst zou ik u willen vragen met de hand op het hart te zweren, ik zal de waarheid zeggen en niks dan de waarheid. Ik zal de waarheid zeggen. En niks dan de waarheid dan? En niks dan de waarheid dan? Zegt u me eens vlug, hoeveel is 222,7 maal 105,6? 23.517,11. Komma 12, suffert. Oh, pardon. Kom, ik ben ook geen beest. Dan maar een plaatje. Hola, hola. 1, 2, 3, 4. En nu de volgende vraag van ons examen voor meeloopjongen. Is Rick van Looy A. een Italiaans dichter? B. een ander Italiaans dichter, C. een vuurspuwende berg in Heist op de Berg. Rick van Looy is D. een zeekapitein. Uitstekend. En welk is het voornaamste kenmerk van Rick van Looy? Hij is nog niet geïnterviewd in Lunchpakket. Op de kop, juist. En nu muziek. En nu onze afdeling testwoorden. Zeg in 5 regels wat u weet over een micro. Een micro is een dekende term, maar een micro dat op een tafel en dan de grote dictum. Juist. En over de derde zetel, ik ga hem daar. Volgend testwoord: paard. Een paard is een houten dier in Troje. Ook waar.
Proficiat meneer, u is geslaagd, u is programmator. Venus must have heard my plea. She has sent someone along for me. Sandy Shaw was dat en het examentje is uit, jongens. Het volgende zal plaats hebben op 1 april aanstaande, met als doel de aanstelling van een permanente dorpsidioot. Mededinging van welke zijde ook zal grandioos overbodig zijn, beste mensen, want ik ga zelf op het deelnemerslijstje staan, al was het ook maar voor mijn persoonlijke lol. Tussen haakjes, heeft u mijn persoonlijke lol alles gezien? Nou, dat is pas some kind of fun. Oom van me, die onlangs een ietsje te veel brigademelk op en hem dient een gevolge zwaar om had, diezelfde oomepliet viel in zijn schemerige achterloosheid met een enthousiaste dreun door een vensterruit heen en kreeg een dreigende rekening voorgeschoven door een schuimbekkende ruiteigenaar. Och, kom, zei mijn oom met een wegwuivend gebaar, die ruit was al lang versleten. Hoe versleten, aldus de ander. Nee, zeker, zei mijn oom schamper. Ik zag er los door, zo helpen mij Rwanda. Uit met het schudden en stop het gebruik en wij trekken alweer ons gordijntje toe en wensen jullie nog al het beste. Met veel rode rozen en zoet minnekozen en geluk in de examens en haha enthousiasme voor de blok. En niet te vergeten de zon, de maan en het beste jongens en toedeloe. This train is by the glorious train.